Marlies van Kinneken. Ja. Yeah. En ik werk bij Surplu. Ja. Yeah. Onder andere als ondersteuner van de centrale cliëntenraad. En dat doe ik nu sinds een aantal maanden. Aha. En wat heeft u zo al ervaren vandaag? Hoe is het? Nou, ik vind het heel bijzonder. Het is de eerste keer dat ik bij zo'n bijeenkomst ben. We zijn vanochtend samen vertrokken. En natuurlijk het programma gezien, ingeschreven voor workshop, heel veel zin in. Mm-hmm. En wat ik wel mooi vind om te merken is dat hier gewoon 900 mensen zitten. Hè, die allemaal ja, betrokken zijn op de kwaliteit, zich bezighouden met cliënt, inspraak. De stem van de cliënt moet goed gehoord worden en wordt steeds belangrijker. En dat hier, daar, ja, dus er hangt hier zoveel energie en kennis. En er zijn al uitwisselingen geweest. Dus dat alleen al vind ik gewoon fantastisch. Inspiratie van elkaar leren. Ja, ja en enthousiasme. Zien hoeveel mensen hiermee bezig zijn met dit onderwerp. En ook hoeveel erin gebeurt. Als je dan kijkt naar waardigheid en trots. Als je kijkt naar de nieuwe wet die hier aankomt. De positie van cliënten wordt steeds belangrijker. Mm-hmm. En dat zie je hier terug vandaag. Ja, mooi. Dus het is fijn om erbij te mogen zijn. Ja. Ja. Is er nog iets waar u naar uitkijkt voor de rest van de dag? Waarvan u zegt, dat wil ik niet missen? Of daar ben ik heel nieuwsgierig naar? Ja, ik ga een workshop doen rondom communicatie met de achterban. Mm. En dat is eigenlijk ook wel steeds iets waar we naar zoeken. Ook, we hebben als structuur ook een thuiszorg. Mm, ja, precies. En dat, ja, hoe krijg je de stem van de cliënt goed gehoord? Wat kunnen we daarvoor inzetten? Hoe heb je de communicatie? Dus we hebben allerlei... Ja, hè, middelen die we gebruiken, maar het kan altijd beter. Ja. En dus die workshop ben ik heel erg benieuwd naar. En we gaan nu lunchen. Ja. En daarmee ook weer uitwisselen met elkaar. Van, hoe gaat dat bij jullie? Ik ga vanmiddag naar de workshop van Zorgkaart Nederland. In verband ook met wijziging van de CQ-index naar een andere vorm van meten. En dat is toch een belangrijk issue bij de cliëntenraad van hoe meten wij de ervaring van de cliënt in de praktijk. Zowel in de zorghuizen, verpleeghuizen, als straks waar de aandacht het meest naar uitgaat naar de thuiszorg. Ja, interessant. Nou, ik wens jullie veel plezier en ja, leerzaams. Ja, het zal en bedankt. Lukken. Oké. En jij ook.